Een hobbel op de weg, Paulien Cornelisse's kankertraject. Paulien Cornelisse, de geliefde schrijfster en cabaretier, deelde onlangs onverwacht nieuws. In augustus maakte ze haar kankerdiagnose openbaar. Dit kwam voor velen als een verrassing. Cornelisse, bekend om haar humor en scherpte, bracht het nieuws met gratie en eerlijkheid. Ze erkende de uitdagingen die voor haar lagen, maar benadrukte ook haar vastberadenheid om ze frontaal aan te pakken. Cornelisse's reis is een herinnering dat het leven onverwachte wendingen kan nemen. Het is een verhaal van veerkracht, van kracht vinden in moeilijke tijden. En het is een bewijs van de kracht van de menselijke geest om hoop te vinden, zelfs in de donkerste tijden. Humor vinden in het alledaagse. Cornelisse's unieke stem. Haar vermogen om de kleine, vaak over het hoofd geziene momenten van het leven te belichten, maakt haar werk bijzonder. Paulien Cornelisse heeft een talent om humor te vinden in de alledaagse dingen. Ze ziet wat anderen misschien missen en weet dit op een briljante manier te verwoorden. Haar scherpe observaties van het dagelijks leven hebben haar een literaire ster gemaakt in Nederland. Haar boeken zijn geliefd bij velen en worden vaak als meesterwerken beschouwd. Haar werk, vaak omschreven als geestig en herkenbaar, resoneert met lezers van alle leeftijden. Van jong tot oud, iedereen vindt iets om van te genieten in haar verhalen. Ze heeft een manier om de absurditeiten van het leven aan te wijzen. En ze doet het met een zachte humor die zowel innemend als tot nadenken stemmend is. Haar stijl is uniek en onmiskenbaar. Cornelisse's werk verkent vaak de eigenaardigheden van taal. Ze speelt met woorden en zinnen en onthult de verborgen grappige kant van onze dagelijkse communicatie. Ze ontleedt alledaagse gesprekken en onthult de humor die onder de oppervlakte verborgen ligt. Haar inzicht in menselijke interactie is scherp en vaak verrassend. Haar schrijven is een ode aan de imperfecties van menselijke communicatie. Ze laat zien dat fouten en misverstanden vaak de meest hilarische momenten opleveren. En het is een herinnering dat er, zelfs op de meest gewone momenten, altijd iets is om te lachen. Cornelisse herinnert ons eraan dat humor overal te vinden is als je maar goed genoeg kijkt. Het nieuws, delen, een nuchtere benadering. Toen het erop aankwam haar kankerdiagnose te delen, koos Paulien Cornelisse voor een directe en eerlijke aanpak. In een verklaring erkende ze de ernst van de situatie, maar ze benadrukte ook haar positieve kijk. Er was geen drama, geen smeekbeden om medelijden. Gewoon een duidelijke aankondiging, gebracht met haar kenmerkende humor en gratie. Cornelisse's nuchtere benadering van haar diagnose is zowel verfrissend als inspirerend. Ze weigert zich door kanker te laten definiëren. In plaats daarvan kiest ze ervoor zich te concentreren op de dingen die ze wel kan controleren. Haar kracht en veerkracht in het aangezicht van tegenspoed getuigen van haar karakter. De helende kracht van woorden schrijven door kanker. Woorden hebben de kracht om te helen, te troosten en te verbinden. Gedurende haar hele carrière heeft Paulien Cornelisse troost en kracht gevonden in het schrijven. Haar pen is haar zwaard, haar woorden haar schild. En geconfronteerd met haar kankerdiagnose is deze passie alleen maar belangrijker geworden. Het schrijven werd een baken van hoop in een zee van onzekerheid. Schrijven biedt haar een uitlaatklep voor haar gedachten en emoties. Het is een manier om haar innerlijke wereld te ordenen en te begrijpen. Het stelt haar in staat haar ervaringen te verwerken en betekenis te vinden in moeilijke tijden. Haar woorden geven vorm aan haar gevoelens en maken het onzegbare zegbaar. Cornelisse blijft schrijven, zelfs tijdens haar behandelingen. Haar pen blijft vloeien.
ongeacht de omstandigheden. Ze vindt plezier in het maken van verhalen en essays. En haar creativiteit kent geen grenzen. En gebruikt haar woorden om contact te maken met lezers. Haar verhalen raken harten en zielen en brengen mensen samen. Haar schrijven is een bewijs van de helende kracht van creativiteit. Het is een getuigenis van de menselijke geest en haar vermogen om te overleven. Het is een herinnering dat we, zelfs te midden van tegenspoed, troost en kracht kunnen vinden in de dingen waar we van houden. Schrijven is haar reddingslijn, haar manier om te blijven vechten. Deel 5. Lachen als medicijn Cornelisse's cabaretcarrière. Naast haar schrijverschap is Pauline Cornelisse ook een gevierd cabaretier. Haar shows staan bekend om hun scherpe humor en observatievermogen. Ze heeft een talent om de grappige kant van het dagelijks leven te vinden, zelfs op de meest onverwachte plekken. Haar vermogen om het publiek aan het lachen te maken is een gave. En het is er één die ze blijft delen, zelfs nu ze haar kankertraject bewandelt. Cornelisse's cabaretwerk is een bewijs van de kracht van lachen. Het is een herinnering dat humor, zelfs in moeilijke tijden, een bron van kracht en veerkracht kan zijn. Haar vermogen om vreugde te vinden en anderen aan het lachen te maken is werkelijk inspirerend. Deel 6. Lichtpuntjes vinden in donkere tijden. Een positieve blik. Ondanks de uitdagingen waar ze voor staat, behoudt Pauline Cornelisse een opmerkelijk positieve kijk. Ze laat zich niet ontmoedigen door de obstakels die op haar pad komen. Ze concentreert zich op de goede dagen, op de momenten van vreugde en verbinding. Deze momenten geven haar de kracht om door te gaan. Ze vindt kracht in haar dierbaren, in haar werk en in haar eigen innerlijke veerkracht. Haar familie en vrienden zijn haar steunpilaren. Haar positieve houding is geen ontkenning van de moeilijkheden waar ze mee te maken heeft. Ze erkent de uitdagingen, maar kiest ervoor om zich te richten op wat goed is. In plaats daarvan is het een bewuste keuze om het leven ten volle te omarmen, zelfs in het aangezicht van tegenspoed. Ze ziet elke dag als een nieuwe kans. Cornelisse's verhaal is een herinnering dat er, zelfs in de donkerste tijden, altijd lichtpuntjes te vinden zijn. Deze lichtpuntjes geven hoop en moed. Haar vermogen om vreugde en dankbaarheid te vinden te midden van haar kankertraject is werkelijk bewonderenswaardig. Ze inspireert anderen om hetzelfde te doen. Deel 7. Het boekenweek-essay. Een creatieve uitlaatklep. Pauline Cornelisse's liefde voor taal en haar scherpe humor hebben haar een prestigieuze eer opgeleverd. Ze is uitgekozen om het essay te schrijven voor de aankomende Boekenweek, een belangrijk literair evenement in Nederland. Dit is een erkenning van haar talent als schrijver en haar vermogen om lezers op een diep niveau te raken. Het Boekenweek-essay zal Cornelisse een platform bieden om haar unieke perspectief te delen met een breder publiek. Het is een kans voor haar om nieuwe creatieve wegen te verkennen en haar stempel te drukken op het Nederlandse literaire landschap. Deel 8. De uitdagingen van het leven. Omarmen Cornelisse's inspirerende geest. Pauline Cornelisse's reis is een bewijs van de veerkracht van de menselijke geest. Ze gaat haar kankerdiagnose tegemoet met moed, gratie en haar kenmerkende gevoel voor humor. Ze weigert zich door haar ziekte te laten definiëren en kiest er in plaats daarvan voor zich te richten op de dingen die haar vreugde brengen, haar schrijven, haar dierbaren en de simpele geneugten van het leven. Cornelisse's verhaal is een inspiratie voor ons allemaal. Het is een herinnering dat we er zelf